u, mijn Vader. Because you have answered. Omdat u beantwoord heeft. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Amen. Praise God. Loof God. May we sit down, please. U mag gaan zitten, alsjeblieft. May we sit down. U mag gaan zitten. At the cross, at the cross, when I first saw the light, and the burdens of my heart rose away. It was then by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Today I want to talk about the mystery of whosoever. Vandaag wil ik leren over de mysterie van wie dan ook. In the house of God. In het huis van God. There is nobody that is a superstar. Er is niemand die een superster is. We are all superstars to God. Wij zijn allemaal supersterren tot God. There is nobody that is too anointed. Er is niemand die te gezalfd is. We are all anointed. Wij zijn allemaal gezalfd. It all depends on you. Het gaat alleen maar op u. What you do with what God has given to you. Over wat u zal doen wat God geeft aan or jou. Who you see yourself as. Of wie je jezelf bekijkt. They call some people mighty men of God. Want door mensen machtige mannen. Great man of God. Grote mensen van God. Can I tell you there is no great man of God? Kan ik u vertellen, er is geen grote man van God. We have a man of the great God. We hebben een man van een grote God. We are all the same before God. Wij zijn allemaal dezelfde voor God. But some people have refused to accept what God has made them. Maar sommige mensen hebben geweigerd wat God bedoelt. And what God has given to them. En wat God gegeven heeft aan hen. I teach my children. Ik leer mijn kinderen. I say whatever I can do, you can do. Ik zeg wat ik ook kan doen, dat kan jij. Ook. Because we serve the same God. Want wij dienen dezelfde God. The mystery of whosoever. De mysterie van wie dan ook. When you look at the Bible, you find the word whosoever over 180 times. Wanneer je kijkt naar de Bijbel, dan zie je het woord wie dan ook heel veel keren. God is fair. God is fair. God is righteous. God is rechtvaardig. And if you don't understand that, en als u het niet begrijpt, you make yourself as nothing. Dan maak je jezelf als niets. Church, what I'm about to teach you, I want all of you to concentrate and listen. Kerk, wat ik u wil leren, ik wil dat u allemaal geconcentreerd bent en luistert. It will change everything for you. Het zal alles voor jou veranderen. It will change your life for you. Het zal uw leven veranderen voor u. Whosoever. Wie dan ook. Before I come to that, know that God is a judge. Je moet weten dat God een oordeel velt. Isaiah 33 verse 22. Jesaja 33 vers 22. Isaiah 33 verse 22. Jesaja 33 vers 22. For the Lord is our judge. Want de Heer the Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save. Hij is onze koning, hij zal ons redden. I want to build something today. Ik wil iets bouwen vandaag. In fact, Abraham asked God. He said, "Shall the judge of the whole world not do good?" Zal de rechter van de Heer niet goed doen? One thing about judges. Eén ding over rechter. Is that oordeel. A judge rules according to the constitution. De oordeel he judges gaat according to the law. Volgens de Heer. No matter who is right. Het maakt niet uit wie or juist who is wrong. Of wie verkeerd is. A judge is meant to be impartial. Iemand die rechter is gaat niet geen passie tonen. And that is God for us. En dat is God voor ons. And that is why I have also learned never to judge anybody. En dat is waarom ik geleerd heb om geen oordeel te vellen over iemand. Because if you don't understand the position of the law with God, you might make a mistake in your judgment. Want als je de positie van de Heer, uw God niet kan kennen, dan kan u een fout maken in uw oordeel. There are men of God that people almost worship. Er zijn mensen die dat andere mensen bijna aanbidden. But before God there may be nobody. Maar voor God zijn zij niemand. Before us they might be everything. Voor ons kunnen zij alles zijn. But when God put them in his judgment balance they might be nobody. Maar wanneer God hem zet in de oordeel dan zijn ze niets. First I want to establish to you. Ik wil tot stand brengen tot u. That you are somebody. Dat u iemand bent. In Jesus' name. In Jezus naam. God has set up, he's not a respecter of any man. God is geen respecter van iemand.
Romans 2:11. He says, for there is no respect of person with God. Er is geen respect van personen met God. So don't think that you're doing a particular thing with God, therefore you can live your life carelessly. Denk niet dat u een speciaal iets doet voor God en dat u uw leven gewoon maar kan leiden. In fact, the higher you are with God, the more strict is with you. Hoe hoger dat u gaat met God, hoe meer strikt dat hij is met jou. Praise the Lord. Loof de Heer. So he God rules according to his law, according to his word. Hij regeert volgens zijn woord, zijn wet. If you fall short, he will discipline you. Als je tekort valt, dan zal hij je disciplineren. You know, a boy once told me, he said, well, I will go and do what I want to do. I'll come and beg God. God will forgive me. Jongen, wou mij eerst vertellen dat ik zou spreken tot God en hij told him vergeven. You don't know God yet. Ik vertelde hem dat hij God niet kende. What if you die in the process of the thing you're doing? Wat als u sterft in het proces van wat u doet? God has made provision for us in his word. God heeft voorziening voor ons gemaakt in zijn woord. Everything in the word of God is for me and for you. Alles in het woord van God is voor jou en mij. It is not for special people. Het is niet voor speciale mensen. And that is why God says, whosoever. En daarom zegt God wie dan ook. Every promise of God is for whosoever. Elke belofte van God is voor wie dan ook. Promises of God is never for this person. Beloftes voor God is nooit voor deze persoon. The Bible says, the sign of those that believe, they shall lay the sick, the hand on the sick, and they will recover. It is for whosoever. De Bijbel zegt de tekenen dat zij hun hand opleggen op de zieken en wonderen zullen gebeuren. Het is voor wie dan See, ook. There was a day I was not feeling well. Er is een dag wanneer ik mij niet goed voelde. And I went to redeem my daughter. En ik wou redeem mijn dochter. It will shock you. Het zal je shockeren. Where is she? Is it not true? I knelt down. Ik and I said, beneden. Please lay your hands on me. En ik zei, alsjeblieft, leg uw handen op mij. The son of those that believe, they will lay their hands on the sick and they will recover. I know she believes in Jesus. En ik weet dat zij gelooft in Jezus. I know my daughter must have been surprised. Daddy doing this? Mijn dochter was verrast. Papa, moet ik dit doen? And she laid her hands on me. Zij legde haar handen op and mij. And she prayed for en me. Zij bad voor I mij. Saw her, you know, pray for daddy. She prayed with all her heart. Ze was aan het bidden voor papa. Zij bidde voor heel haar hart. And I accepted it by faith. En ik aanvaarde het met geloof. I stood up in that place in 10 minutes I was healed. Ik stond op in die plaats en in binnen de 10 minuten was ik genezen. I didn't need to go and look for a superstar on the television. I didn't need to go and look for a superstar everywhere to pray for me. I don't need to look for a television evangelist to pray for me. I looked for he that believed around. Ik moet niet kijken naar sterren op de televisie of ergens anders, maar ik kijk naar diegene die er altijd for is. Whosoever. Voor wie dan ook. Tell your neighbor whosoever. Vertel aan uw buurman wie dan ook. And that includes you. En dat is ook u. 2 Peter 1:3. The day God gave me the revelation of this scripture, I never stopped quoting it. De dag wanneer God mij de openbaring gaf van dit gesprek, ik heb nooit gestopt. According as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Can we take the next verse, verse 4? He says, whereby are given unto us exceeding precious promises. Everything you need to survive in life has already been provided in the Bible. In leven om te overleven, het is al in de Bijbel gezet. Please, anybody telling you unnecessarily is doing razzmatazz. Anybody telling you that they have to do this sacrifice, they have to do this, or they have to do that, is playing with God. Everything God has given, everything you need, is already in the Bible. Iedereen die zegt dat je maar dit of maar dat moet doen, alsjeblieft geloof het niet. Alles wat je moet doen, staat in de Bijbel. Oh, I believe in prophetic acts. Ik geloof in profetische handelingen. But any prophetic act that does not agree with the word of God is witchcraft. Dat niet akkoord gaat met het woord van God is hekserij. Am I speaking to somebody here today? Spreek ik tot iemand hier vandaag? God has also put warning to prevent us from running into trouble. God gaat ons voor te tegenhouden om in problemen te geraken. And that warning is for whosoever. En dat is voor wie dan ook. There is no sacred cow. Er is geen geheime koei. Yesterday the Holy Ghost led me to pass a very strong warning. Gisteren heeft God mij een zeer sterke waarschuwing gegeven. And I talked about men that run after people's wife.
Ik heb geleerd over mensen die achter mannen die achter andermans vrouw lopen. The easiest way to die. De gemakkelijkste weg om te sterven. The easiest way to be finished in your finances and in your life is to run after another man's wife. De gemakkelijkste manier om gedaan te zijn in uw financiën en in uw leven is om door naar een andere vrouw te gaan. It is scripture. Het is geschrift. The easiest and then anything you do that is against scripture will open the door for Satan to come in. En alles wat u doet tegen het geschrift zal een deur openen om voor Satan om erin te komen. Everything in the Bible is for whosoever. Alles in de Bijbel is voor wie dan ook. So you can't say, well, this is not for me. Je kan niet zeggen dit is niet voor mij. Oh, that is for me. Oh, dat is voor mij. The warning is for whosoever. De waarschuwing is voor iedereen. The promises are for whosoever. De beloften zijn voor iedereen. Jesus interpreted the law in Matthew 5. Jezus heeft God heeft Jezus if you go to Matthew 5. Als je gaat naar Matthäus 5. It is full of whosoever, whosoever, whosoever. The Jews had can you put Matthew 5 for us please? The Jews already were interpreting the law, but wrongly. Jesus had to come and reinterpret it for them. And in the interpretation, he would say, whosoever. De Joden deden het al, maar zij deden het verkeerd. Dus God moest komen om het juist te zetten. En het was voor iedereen. When they say, give, it shall be given unto you. Pressed and shall, double measure, shall men, you know, give unto you. It is for whosoever. Als God zegt dat het zo is, dan is dat voor iedereen. There are rules that is for the whole general. Whether you're a Muslim, you're a Christian, you're a that, there are certain rules that's called universal rule, such as giving. No matter your religion, if you give, it will come back to you. It is called the universal. Het zijn regels die gemaakt zijn voor iedereen. Het maakt niet uit welke religie u hebt. Then there is als u one, geeft, dan there wordt het teruggegeven. Spare me. I was moving too fast for you. You know, sometimes when I'm under fire, I just, you know, they put fire in your legs. What do? You jump, isn't it? Praise God. Loof God. Ik wil langzaam zijn, ja? I'll take it slow. Praise God. Loof God. Ah, Jesus. Jezus. Now, I want to make you understand. Ik wil dat u begrijpt. That everything in the scripture, dat there are some. There are some that are only for the children of God. Dat alles in het geschrift, er zijn sommige dingen die alleen so maar voor de kinderen van God zijn. So it is only for whosoever is a child of God. Dat is alleen voor iedereen die een kind van God I'll is. I give you a scripture. Ik geef u een geschrift. The Bible says, no weapon of war fashioned against me shall prosper. De Bijbel zegt dat geen enkel wapen zal voorspoedigen. And every tongue that rises against me in judgment, I shall condemn. En elke tong die tegen mij zal opstaan. This is the heritage of who? The servants of the Lord. Zal niet slagen, want dit is de erfenis van de dienaars van de Heer. So if you're not a child of God. Dus als u niet een kind van God bent. If you're not a child of God. Als u niet een kind van God bent. Weapons fashioned against you will prosper. Dat je gewoon tegen God gaat zijn, dan gaat u niet voorspoedigen. Tongue that rises against you. Hij zal het. You cannot condemn them. Je kan ze niet veroordelen. So when I say whosoever. Wanneer ik zeg iedereen. There are things for everybody. Er zijn dingen voor iedereen. But there are things for whosoever that is a child of God. Maar er zijn dingen voor iedereen die een kind van God zijn. I want to just give you three scriptures. Ik wil u drie geschriften geven. And I will pray for you. En ik zal bidden voor u. Let us look at Mark 11:23. Laten we kijken naar Marcus 11:23. And I pray that after today you go home and you begin to interpret scripture properly. En ik bid vanaf vandaag dat u naar huis zal gaan en dat u de geschriften goed zult uitleggen. You know, there is something I think that I do that sometimes scares my wife or people that are very close to me. And that thing is that I follow scripture to the extreme. Some people think I am a fanatic. Soms doe ik zo fanatiek dat mensen die bij mij ervan verschieten. The Bible says, from an angry man, keep away. Van een boze mens, blijf rustig. If I know you're an angry man, I will knock you. I will keep you away. You're not going to be my friend. Als ik weet dat je boos bent, dan ben je mijn vriend niet. I will love you, but I will not make you my friend. Ik zal van u houden, maar ik zal uw vriend niet zijn. So I follow the scripture to the extreme. Dus ik volg het geschrift extreem. The scripture says, lay your hand on the sick. I don't care when I'm doing crusade. You see me? Ah, I lay my hands. Ah, ah.
Look, if you recover, it's not my it's God's glory. If you don't recover, it's not my problem. Het geschrift zegt dat ik mijn handen moet leggen op u, en als u niet herstelt, dan is dat niet uw mijn probleem. Hello, is it me making them recover? Is dit het die je doet? So I'm not afraid of making mistakes. Dus ik ben niet bang om fouten te maken. As I'm preaching, God shows me something. I will say it the way I've seen it. I might misinterpret it. It's not my problem. I have just done what I have. Als ik predik, zegt God soms dingen tegen mij en ik vertel het, maar ik heb gewoon mijn deel gedaan. A woman, you know, spoke to me. She said, "Pastor, I've been following you on Facebook. God has blessed me so much through your ministry. Ik ben zo gezegend door uw bediening. You prophesied one day and said I'm going to have a son maar when I was pregnant. Op een dag dat ik een zoon zou hebben wanneer ik zwanger was. And when I was in the labor room, they were telling me it's a girl. I was still telling them my pastor said it's a boy. En wanneer ik in de arbeidsruimte was, was het een meisje, maar mijn pastor zei dat het een jongen was. And when the child was born, en wanneer het kind geboren was, that she was, you know, first she was so disappointed. Zij was zo misnoegd. And when she finished telling me that, I said, "Madam, that's not my business. My word, my past is to speak. God's part is to." Toen ze klaar was, zei ik, hey, maar mijn deel is dat ik moet spreken. Let somebody shout hallelujah. Laat iemand halleluja roepen. Can I get that Mark 11:23? Marcus 11:23. I want everybody. Ik wil iedereen. To read with me. Lezen met mij. For verily I say unto you. Ik verzeker jullie. That whosoever. Dat wie dan ook. Now who was he talking to? His disciples. Tot wie praatte hij? Tot zijn leerlingen. Yes, so this scripture is only for Christians. Dit geschrift is alleen maar voor christenen. The unbelievers may want to apply it. Ongelovigen kunnen toepassen. In their what they call motivational preaching. In dat zij kunnen noemen in de vermenigvuldige prediking. But it's mostly to the Christians because he was addressing his disciples. Maar het was eigenlijk gericht tot de christenen, want hij zei tot zijn leerlingen. He said, "For verily I say unto you that whosoever shall say to this mountain." Ik zeg tot u, voor wie dan ook zegt tegen deze berg. Be thou removed. Ga hier vandaan. And be thou cast into the sea. En val in de zee. And shall not doubt in his heart. En zal niet twijfelen but in zijn hart. But shall believe that those things which he said shall come to pass. En zal geloven dat die dingen die hij zei zal tot stand he komen. He shall have whatever he hij zal doen wat alles said. Hij zegt. Hij zegt. This is how I live my life. Zo leef ik mijn leven. When I face mountains. Wanneer ik bergen zie. I don't cry. Ik ga niet huilen. You know, sometimes my children think I have no emotion. Soms denken mijn kinderen dat ik geen emoties heb. Honey, do you ever feel anything? I say no. I only do what Scripture tells me. Voelt u wel iets? Maar ik zeg nee. Ik doe alleen maar wat het geschrift mij vertelt. Every mountain can be moved. Elke berg kan verwijderd worden. If I don't doubt it. Als ik er niet aan twijfel. I don't know many of you experienced a little bit this morning. We're having so much trouble with sound, isn't it? Wij hadden zoveel problemen deze ochtend met geluid. Didn't we pray? Hebben wij niet gebeden? But me specifically because I know I'm the head here. I believed it in my heart. Omdat ik het hoofd ben hier, ik geloof het in mijn hart. And I was saying, Lord, what do I do? En ik zei, Heer, wat moet ik doen? And suddenly dropped in my spirit, tell them to switch off everything and restart again. En isn't plotseling it? zei de Heer in mijn geest, laat alles afzetten en laat het terug opschalen. And the moment we switched off everything and restarted again, it decided to work. En het moment wanneer we alles afzetten en terug opstarten, dan ging het werken. You can do the same. U kan hetzelfde it doen. It is for whosoever. Het is voor wie dan ook. Teach your little daughter how to lay hands on you when you're sick. Leer aan uw kleine dochter hoe zij haar handen op jou kan leggen wanneer je ziek bent. Try it. Probeer het. Do things. Doe dingen. Do things scripture says. Doe dingen wat geschrift zegt. When it comes to giving, wanneer het komt tot geven. My children are sowers. Mijn kinderen zijn zaaiers. When Benny Hinn came, my daughters went and gathered seed and came and they gave the man. This is our seed. The man mijn said, dochters hebben een zaadje gegeven aan die man. Oh, you're teaching children how to sow. I said, my children are sowers. Oh, u leert uw kinderen zaaiers te zijn. Mijn kinderen zijn zaaiers. Every money I put in the accounts, I monitor the accounts. Most of them go to church. Elk geld dat ik op hun bankrekening zet, meeste van het gaat naar de kerk. I teach my children to sow. Ik leer mijn kinderen om te zaaien. My regional coordinator came here. Gloria carried some seed. Gloria, she went and virtually emptied her account. And she came and she gave the man. Zij she said, I want to sow a seed into your life. The man heeft haar account leeggemaakt en gaf het aan die man. In fact, when I told him that Gloria is getting married, that's what he remembered. Toen ik hem vertelde dat Gloria ging trouwen, dat is wat hij zich herinnerde. I teach my children, whatever, whatsoever, wie dan ook, the word of God does not fail. Het woord van God faalt niet.
Are you here today? Bent u hier vandaag? Are you facing a mountain? Bent u een berg aan het bezien? Is there a mountain that looks insurmountable? Is er een berg die dat zo groot lijkt? Don't stop speaking against it. Laat niemand er tegen Don't stop spreken. Commanding the mountain. Laat niet stoppen met Don't stop tegen saying spreken. To that mountain. Ga niet stoppen met spreken tegen If you de berg. Say the first time it does not move, say the second time. Als de eerste keer de berg niet beweegt, doe het een tweede keer. If it will take you 1 year to be speaking to one mountain, continue to. En het kan u 1 jaar nemen om tot 1 berg te spreken. Because even in the physical, you want to break a rock. It takes you time, isn't it? Zelfs in het fysiek Hello? Wilt u een stok breken. Our problem is that when we hit something once. We are tired. Als wij iets aanraken heel erg, we dan say, worden wij moe. No, it did not work. En dan zeg je, no, nee, it did not work. Het heeft niet gewerkt. Tell your neighbor whosoever. Vertel aan uw buurman wie dan ook. And I am that person. En ik ben die persoon. And if you want to do this, agree to whosoever, you must. You must learn not to doubt. Met wie dan ook, dan moet u niet twijfelen. In fact, the Bible said, doubt in your heart. De Bijbel zegt twijfel in uw hart. There are a lot of people in the surface who say, well, I'm not doubting, but inside their heart. Er zijn heel veel mensen in de dienst die zeggen, ik twijfel niet, maar wel in hun hart. They are doubting. Zij twijfelen daar. Then he says, but shall believe that those things which he said. Shall come to pass. Als je gelooft dat die dingen dat je zegt tot stand zullen komen. So no matter how long. Het maakt niet uit hoe lang. I have said it. Ik heb het gezegd. Even if it's going to take 10 years. Ook al gaat het 10 jaar nemen. It will come to pass. Het zal tot stand komen. Even if it's going to take 20 years. Zelfs wanneer het 20 jaar zal it nemen. It will come to pass. Het komt tot stand. I have seen things I had held on to for years. Some of them have not come to pass, but I'm still holding on to them. Ik heb mij vastgehouden aan dingen en ze zijn nog steeds niet tot stand gekomen, maar ik blijf eraan vasthouden. God told me certain things about New Life Assembly. I am not seeing it at all. God heeft mij dingen verteld over Nieuw Leven. Ik heb het nog niet gezien. Sometimes I look around people around me and say, it does not make sense. The kind of people that are around me. But because of what God has said. Maar door wat God heeft gezegd. I know. Ik weet that those around me dat degenen die rond mij shall zijn, one day zullen op een dag become giants. Reuzen worden. Because God has told me so. Want God heeft mij dat verteld. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. And I even see it, that anybody that passed through this place. En elke persoon die door deze plaats gaat. Whether they had appreciated it or not. Of ze het nu geapprecieerd hebben of niet. Will never be, if they are fair to themselves, they will testify. Als ze eerlijk zijn, tot zichzelf zullen zij getuigen. That at least while they were here. Dat is waarom zij hier God waren. God added value to their lives. Terwijl zij hier waren, had God een waarde except aan hun leven. Except they are not sincere to themselves. Tenzij dat ze niet eerlijk zijn tot zichzelf. God says, whoso. God zegt wie dan ook. Let us look at Romans 10:13. Laten we kijken naar Romeinen 10:13. Romans 10:13. Romeinen 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be. Wie dan ook die roept op de naam van de Heer zal gered worden. Are you in trouble? Bent u in problemen? Call on the name of the Lord. U moet roepen op de naam van de Heer. How many of you have noticed that if you're in the dream, eh? Hoeveel van jullie weten dat als u in een droom bent? And demons come to attack you. En demonen komen om u aan te vallen. And you remember to shout blood of Jesus. En je herinnert How many of you know what happens? Van Jezus. Hoeveel weten dat er gebeurt? It terminates the dream. Or either you wake up. Or it terminates the attack. Of het zal de aanval tegenhouden. Because it is a promise. Want het is een belofte. And God does not fail in his promise. Want God faalt niet in zijn belofte. Whoso. Wie dan ook. So I want to ask you something. I want to tell you something. Dus ik wil u iets vertellen. Can you go to the Bible and begin to look at all the promises? Kan u kijken naar de Bijbel en naar alle beloftes zien? So you know what I do? Dus weet u wat ik doe? When I have a problem, wanneer ik een probleem heb, I go to the Bible and begin to look for all the promises concerning that problem. Ik ga naar de Bijbel en ik ga kijken naar alle beloftes betreffende dat probleem. And I begin to confess them. En ik begin ze te belijden. I begin to confess them. Ik begin ze te belijden. I begin to prophesy them to myself. Ik begin ze te profeteren tot mezelf. And with time I see situation change. En met tijd en seizoen zal dingen veranderen. You know, there are times I begin to have some very bad dreams. Er zijn tijden dat ik zeer slechte dromen of krijg. Certain evil things happening. Van slechte dingen die gebeuren. And sometimes it can also repeat. En soms is het stom om te herhalen. Most times people become afraid. Meeste mensen worden dan no, bang. I refuse to be afraid because I see that God is warning me. Maar ik weiger om bang te zijn, want ik zie dat God mij waarschuwt. So I begin to look for scriptures concerning that thing and begin to claim it. Ik begin te kijken naar het geschrift betreffende dat ding en ik begin het te nemen. If it is something about death.
Als het niet over dood gaat. I begin to confess the scripture saying, with long life will I satisfy. Zal ik het geschrift beginnen te blijden met lang leven zal ik tevreden zijn. Whatever it is, I continue to confess scripture. Ik ga verder gaan met naar geschriften komen. Let somebody shout hallelujah. Laat iemand halleluja roepen. Whosoever. Wie dan ook. Don't say I am not good enough. I cannot confess the scripture. No. Zeg niet u bent niet goed genoeg. Ik kan het geschrift niet blijden. It is for allemaal. Het is voor everybody. That's a good translator there, isn't it? Praise Jesus. Loof Jezus. Are you in trouble? Bent u in problemen? Why not always call the name of Jesus? Waarom gaat u niet de naam van Jezus roepen? You may not feel anything. Je mag misschien niets voelen. But the evil ones will shake. Maar de slechten zullen beven. When you call the name of Jesus. Wanneer je de naam van Jezus roept. When you call upon his name, God will always come to save you. Wanneer je op zijn naam roept, God zal altijd komen om u te redden. I have always not remembered that. I mean, I will always not forget an experience I had with armed robbers. Ik zal nooit een ervaring vergeten die ik had met aandrovers. When they bounced on me, all I was saying was blood of Jesus. They were asking me questions and saying blood of Jesus. The truth was that I wouldn't lie to you. I was confused. I was confused. Ik was verward. Let me tell you, you can be very strong, but when God points on your head, je kan sterk zijn, maar wanneer God op je hoofd and the guy put it too close, en ze binden het te vast. You know, I used to post, you know, when the man is with the wife, you always post how strong you are. So I always say, if that kind of thing happens to me, I'll just do this and kick the guy down, you know. And boast to my children how strong I am. That day, my brother. Maar die dag, mijn broeder. There was no time to think, no time to kick the man. Er was geen tijd om te denken en geen tijd om de man te doden. There were four of them pointing guns at me. Er waren er vier van hen. I thank God I didn't win. En ik denk God, dank God dat ik niet gek werd. Oh my father. Oh mijn vader. Sorry, please, I exposed myself a little bit, so. Praise God. So I was just shouting, blood of Jesus. Blood of Jesus. Bloed van Jezus. Blood of Jesus. Bloed van Jezus. Where is the money? Blood of Jesus. Waar is het geld? Bloed van Jezus. Where is that? Empty your pocket. Blood of Jesus. Waar is het geld? The man said, empty my pocket. Rather, I raised my hand up because I was confused. Ik was mijn handen gewoon aan het vreugden tot God, want ik was verward toen die dingen daar waren. He put his hands in my pocket, emptied my pocket, took my laptop. They took everything. I was still shouting, blood of Jesus. Ze hebben alles weggenomen uit mijn zakken en zelfs mijn laptop en ik was aan het roepen bloed van Jezus. And I believe it was the blood of Jesus that saved me then. En ik geloof dat het bloed van Jezus was die mij heeft gezet. Because at the point the guy wanted to shoot. Want toen de man wou schieten op mij. It was God that made it impossible for that gun to take off. Het was God die het onmogelijk maakte en het ongedaan maakte. I wouldn't have been preaching here today. Ik zou anders niet prediken hier vandaag. I would have been in heaven. Ik zou in de hemel zijn en mezelf verheugen. Praise the Lord. Loof de Heer. And maybe I would have been listening to your Sunday service from heaven. En ik zou naar de zondagdienst luisteren vanuit de hemel. Finally. Ten slotte. John 3:16. Johannes 3:16. For God so loved the world. Want God hield zoveel van de wereld. Did I'm going to preach on just that word? For God so loved the world, your mind will be blown. Ik kan alleen maar prediken over dat stukje. For God so loved the world that he gave his only begotten son, God that whosoever dat hij zijn enige zoon gaf, dat wie dan ook. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Gelooft in hen zal niet vergaan, maar zal eeuwige leven hebben. There is nobody that is irredeemable. Irredeemable. You have you said that? There's nobody that cannot be redeemed. Er is niemand die niet kan gered worden. There's nobody that cannot be saved. Er kan niemand zijn die niet gered kan worden. God has made it available for everybody. Heeft het toegankelijk gemaakt voor iedereen. Let me tell you something. Laat me iets vertellen. People you call wicked people sometimes are not as wicked as you think. Soms denkt u dat mensen zwak zijn, maar ze zijn zo zwak niet. People killing people and doing those things inside their hearts, maybe they are crying to be set free. Mensen zijn aan het doden, maar in hun hart willen zij vrijgezet worden. Het zal u choqueren. You can see the native doctor doing evil to kill somebody. Maybe in his heart he's crying. God, help me not to do this and I'm doing it again. Je kan de dokter zien dingen doen en misschien is hij in zijn hart aan het huilen. Alsjeblieft, laat mij dit niet doen. After all, the first man to go to heaven was not a good man.
De eerste Hello? Man die naar de hemel ging was geen goede man. Tell your neighbor, write no one off. Vertel aan uw buurman, ga niemand afschrijven. The first person to go to heaven was never, he was a thief. De eerste man die naar de hemel ging, het was een dief. And for them to kill him, he must have been an armed robber. En voor hem om hem te doden, hij moest een dief zijn. Because by Roman law, they don't kill a thief except the thief had robbed with arms. Want zij had killed somebody. Zij zullen de dief niet doden tenzij de dief iemand had gedood. So you might have, look, you watching me, you might be a criminal. You might be an armed robber, you might be a witch, you might be anything, you might have killed people. There is still hope for you. U die mensen heeft gedood of misschien dingen heeft gestolen, er is nog steeds hoop voor u. You're watching me. Maybe in the night you go to rob with guns. U gaat wandelen met God. But God is asking me to. He's telling me to tell you. Maar God zegt mij dat ik het jou moet vertellen. That there is still salvation for you. Dat er nog steeds redding is voor jou. For whoso. Voor wie dan ook. You know, I have heard stories where people say for them it's too late. Ik heb verhalen gehoord dat mensen zeggen voor hen is het te laat. Some people say they have gone so much into occultism that it's too late for them. Sommige mensen denken dat het te laat is voor hen. Hello. Hallo. That is the lie of Satan. Dat is de leugen van Satan. It is never too late for anybody. Het is nooit te laat voor iemand. For whosoever. Voor wie dan ook. Whosoever. Wie dan ook. Are you watching this program now? Bekijkt u dit programma? Are you watching this program? Bekijkt u dit programma? Are you here? Bent u hier? You still have an opportunity to give your life to Jesus. Je hebt nog steeds de mogelijkheid om je leven aan Jezus te geven. He loves you. Hij houdt van jou. He's giving you an opportunity. That's why you're still alive. Hij geeft u een gelegenheid en daarom bent u nog steeds levend. Will you want to accept him today? Wilt u hem aanvaarden vandaag? Will you want to accept Jesus? Wilt je Jezus aanvaarden? And he will clean you up. En hij zal u mooi maken. Write your name in the book of life. Schrijf het boek van in uw boek in het leven. And make heaven available for you. En maak de hemel beschikbaar voor in jou. In Jesus' name. In Jezus' naam. So do you want to pray? Do you want to pray with me? I want to pray with you. Wilt u bidden met mij? Ik wil bidden voor Say, u. Say, Father. En zeg, Vader. Today. Vandaag. I accept Jesus. Ik aanvaard Jezus. Into my life. In mijn leven. Wash me. Was mij. Forgive me for all my sins. Vergeef mij voor al mijn zonden. I accept me the way I've come. Aanvaard mij op de manier waarop ik gekomen ben. I accept that Jesus came and died for me. Ik aanvaard dat Jezus is gekomen om te sterven voor mij. Thank you for accepting me. Dank u om mij te aanvaarden. In Jesus name I pray. In Jezus naam heb ik gebeden. Amen. 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 Praise God. Loof God. Please may we all stand. Alsjeblieft mogen we allemaal opstaan. I still have 2 minutes to use. Ik heb nog steeds 2 minuten om te gebruiken. Please, I want you to speak to every mountain in your life, for it is for whosoever. Ik wil dat u spreekt tegen elke berg in uw leven, want het is voor wie dan ook. Every mountain. Elke berg. Every mountain obstructing you. Elke berg die u tegenhoudt. Is it sickness? Is het ziekte? What is it? Wat is het? Speak to it now. Spreek er tegen. Speak to those mountains. Spreek tegen deze bergen. Obstructing you. Die u tegenhouden. Speak to them now. Spreek er tegen. Whatever mountain it is. Welke berg het ook is. Speak to it. Spreek er tegen. Is it poverty? Is het armoede? Speak to that mountain. Spreek tegen deze berg. What is it? Wat is het? Is it lack of residency? Speak to it. Is het een tekort van residentie? Spreek er tegen. What is that? Speak to it. Wat is het? Spreek er tegen. What is the mountain in your life? Wat is de berg in uw leven? Is there a problem at home? Is er een probleem thuis? Speak to that problem. Spreek tot dat probleem. Don't go and fight. Ga er tegen vechten. Don't go and talk. Ga er tegen spreken. Talk to the speak to the problem. Spreek tot het probleem. Is the wife the problem? Is de vrouw het probleem? Is the husband the problem? Is de man het probleem? Don't confront them. Je moet ze niet confronteren. Speak to the problem that is causing them to behave the way they are behaving. Spreek tot het probleem dat ervoor zorgt dat zij zich zo gedragen. And you will see change. En je zal een verandering zien. You will see change. Je zal verandering zien. Don't quarrel with your enemies. Je moet niet ruzie maken met je vijanden. Speak to the problem itself. Spreek tot het probleem hemzelf. Speak to the problem. Spreek tot het probleem. And God. En God. We solve it for you. Zal het oplossen voor jou. Lebasa bakata bakata. I command every mountain New Life Assembly is facing. I command them to be moved. Dat to be shifted and be cast into the sea. Dat ze naar de zee zullen gaan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I bring blessings upon your life. Ik breng zegeningen op uw leven.
As your pastor, als uw pastoor, I speak to every mountain in your life. Ik spreek tot elke berg in every jouw mountain leven, you're carrying. Elke berg die u draagt. I command the mountains to be moved. Ik bevel de bergen om te verplaatsen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. May they be cast into the sea. Mogen zij in de zee gaan. I do not doubt. Ik ga niet twijfelen. I agree with you here today. Ik ga akkoord met u hier vandaag. For when two shall agree concerning anything on this earth. Wanneer twee of drie akkoord gaan op iets van aarde. Agreed in heaven. Het is ook akkoord gegaan in de hemel. Every problem you've come here with today. Elk probleem waarmee u gekomen bent hier vandaag. Cast them before Jesus. Zet ze voor Jezus. For Jesus is here. Want Jezus is hier. Jesus is here. 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 Jezus is hier.